Woensdagavond 18 december haalde de politie een gewonde man uit een woning. De man was aangevallen door twee honden. Het incident gebeurde rond 12 uur woensdagavond. De man is naar het ziekenhuis afgevoerd. De eigenaar van de honden kwam later aan en had een heftige discussie met de politie, maar die bleven rustig. De dag erna zijn de honden in beslag genomen en men heeft op een professionele manier euthanasie gepleegd bij de honden.